Een paar jaar geleden deed ik op een van mijn conferenties iets ongebruikelijks en verrassends. Als ik les geef, maak ik soms gebruik van attributen om iets te illustreren. Iets visueel maken door een attribuut kan een goede manier zijn om een belangrijk punt duidelijk te maken. Bij een van mijn conferenties gaf God me een idee dat in eerste instantie een beetje opmerkelijk leek. Ik herinner me dat ik tegen mijn team zei. Ik wil graag een gevangeniscel met tralies midden op het podium hebben staan. Erboven wil ik graag een groot bord met daarop het woord hoop geschreven. Een gevangeniscel? Hoop? In eerste instantie leek het een raar verzoek. Ik had geen idee of we het voor elkaar konden krijgen. Ik weet nog dat mijn zoon, die de dagelijkse zaken van de bediening afhandelt, iets wat sarcastisch reageerde. Tuurlijk, mam. Ik bestel er meteen eentje. Als ik er nog aan denk, moet ik lachen. Want de meeste mensen dachten waarschijnlijk... Wat is er aan de hand? Heeft George haar verstand verloren? Misschien vraag jij je ook af waarom ik zoiets ter illustratie zou willen gebruiken. De reden is eenvoudig. In Gods woord staat... Keer terug naar het bolwerk. U, gevangene van hoop. Ook heden verkondig ik... Ik zal u dubbel vergoeden. Zie Zachariah 9, vers 12. Gevangenen van hoop? Wat een machtig beeld. Hoop is niet iets wat we af en toe moeten hebben. Het is niet afhankelijk van onze omstandigheden of van hoe we ons van dag tot dag voelen. Tijdens die avond liep ik die gevangenis vol van hoop in om dit te laten zien. Het werd een onvoorstelbaar krachtige avond van bediening en vrijheid voor de aanwezigen. Daarom wil ik dit beeld ook in jouw denken inprenten. Want God wil dat je jezelf omringt met hoop, om elke dag met die hoop te leven. Waarom zou je dit geen dagelijkse realiteit in je leven maken? Hoop is een positieve verwachting dat er door Gods goedheid iets goeds staat te gebeuren. Als je financieel krap zit, is de hoop ervan overtuigd dat God zal voorzien. Zie Filipensen 4 vers 19. Als je kinderen afdwalen, is de hoop ervan overtuigd dat God een plan voor hun leven heeft. Zie Jeremia 29 vers 11. Als je een pittige diagnose krijgt te horen, is de hoop ervan overtuigd dat God jouw geneesheer is. Zie Jeremia 30 vers 17. Als je je eenzaam en alleen voelt, is de hoop ervan overtuigd dat God je nooit zal verlaten of in de steek zal laten. Zie Deuteronomium 31, vers 6. De verleiding om door angst te bevriezen of zelfs op de vlucht te slaan, is iets waar we allemaal af en toe mee worden geconfronteerd. Maar als we vasthouden aan de hoop, zullen we God zien bewegen in ons leven. Viel jou het tweede deel van tekst uit Zachariah 9, vers 12 ook op? Ook heden verkondig ik. Ik zal u dubbel vergoeden. God belooft niet alleen dat hij zal vergoeden wat we zijn kwijtgeraakt, maar hij zal ons ook door moeilijke tijden loodsen, zodat we er sterker uitkomen. Hij zal dubbel vergoeden. Wij hebben hier zelf ook een rol in. We kunnen niet met een negatieve houding op onze handen gaan zitten en klagen over degene die ons heeft gekwetst of over de kans die aan ons voorbij is gegaan. Als we ochtends wakker worden, horen we vast besloten te zijn om vol te houden en het niet op te geven. We mogen onszelf herinneren aan Gods beloften en erop vertrouwen dat Hij in ons aan het werk is. Het is onmogelijk om negatief te zijn wanneer je een gevangene van hoop bent. Waarom? Omdat je het besluit hebt genomen om jezelf met een vastbesloten verwachting van het goede te omringen. De vraag die ik je vandaag wil stellen is eenvoudig: Wat is jouw verwachting? Verwacht je slecht nieuws? Verwacht je dat je in de steek zult worden gelaten? Verwacht je een confrontatie met je collega? Ga je uit van het slechtste scenario? Of ga je uit van goed nieuws? Verwacht je nieuwe kansen, doorbraken? Verwacht je dat God je dubbel zal vergoeden voor de dingen die je voor je gevoel bent kwijtgeraakt? Onthoud dat je alleen maar verslagen kunt worden als je het opgeeft. Waar je ook doorheen gaat, hoeveel uitdagingen je op dit moment ook hebt in je leven, welke vragen je ook hebt of welke situaties er ook op je weg komen, hoopvol zijn heeft de kracht om een revolutie in je leven te ontketenen. Vandaag kan jouw dag zijn. Als je ervoor kiest om vol te houden, op God te vertrouwen en te staan op Zijn beloften, zul je betere dagen voor je gaan zien. God houdt van je en hij heeft een geweldig plan voor jouw leven. Ik weet dat dit waar is, want het is een belofte uit Gods woord. De Bijbel leert ons dat we een goede oogst zullen binnenhalen als we het niet opgeven. Zie Galaten 6, vers 9. En dat het pad van de rechtvaardigen steeds helderder zal schijnen. Zie Spreuken 4, vers 18. Dat betekent dus dat de enige manier om te verliezen is door het op te geven. Maar als je vastbesloten bent om op God te vertrouwen en hoe dan ook vol te houden, liggen je beste dagen voor je. Zorg ervoor dat beproevingen of moeilijke mensen je dat niet laten vergeten. God heeft fantastische dingen voor je in petto en Hij is met je. Hij onderwijst je, laat je opgroeien en werkt achter de schermen om het goede in je te bewerken. Je zult niet voor altijd blijven worstelen. Er liggen betere dagen in het verschiet. Ten slotte, als je een houding hebt van ik zal nooit stoppen en het nooit opgeven, is er geen grens aan wat God in en door jou heen kan doen voor anderen. Vandaag is jouw dag om de hoop tot leven te zien komen. en een springplank te zijn voor vrede, doorbraak en zegen in jouw leven. Omringd door hoop, Dave en Joyce Meyer. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.